De staat heeft al SRD 150 miljoen aan inkomsten verdiend via grondconversie. President Chandrika Prasad Santokhi zei dit gisteren bij de launch van een website van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Het staatshoofd zegt dat de staat flink kan verdienen aan het digitaliseren en automatiseren van overheidsdiensten. Wie zitten daar zo? Studenten tussen 21 en 25 jaar. Die hebben van de universiteit gehaald. Hoe betalen ze? Ze zitten daar zo de hele dag in te voeren. Er is een automatiseringsprogramma. En ik krijg het delivered. En ik verdien geld. Gisteren zijn we tot 150 miljoen al gekomen, SRD. Voor de staat. Waarmee we veiligheidsvoertuigen kunnen kopen. Waarmee we koopkrachtversterking kunnen financieren. Zie het voordeel van een geautomatiseerd systeem. Hoeveel geld je binnen kan halen. Dit moet ook gelden bij de belastingen. Want BTW werkt ook. BTW hebben welke supermarkt draagt over BTW? Wie? Jullie gaan toch allemaal boodschappen doen? Je ziet toch wat daaronder staat, BTW. Hoeveel je betaald hebt? De president geeft verder aan dat de staat ondernemers nu rijker maakt met het BTW-gebeuren. Hij maakte ook melding van het feit dat het digitaal systeem nog niet in place is om de nodige controlemechanismen uit te voeren en de staat zodoende meer inkomsten kan genereren.